Hi allemaal! Een tijdje geleden heb ik jullie gevraagd, wat willen jullie van me weten? Want ik weet dat heel veel van jullie het leuk vinden als ik ook af en toe wat persoonlijke dingen vertel. En daarom vroeg ik om persoonlijke vragen. Dus niet wat te maken heeft met de Vraag maar Raak video's, met bewegen en gezondheid. Maar meer van wat willen jullie van mij weten? En daar heb ik een heleboel vragen voor gekregen. Dat vond ik echt ontzettend leuk om te lezen. In deze video ga ik er zoveel mogelijk beantwoorden. Dus we gaan direct aan de gang. Er werd gevraagd, hoe oud was je dat je uit huis ging en wat heb je gestudeerd? Nou, ik heb eerst VWO gedaan. Ik kom uit Schagen, of een dorpje vlakbij Schagen in Noord-Holland. Toen was ik 18 dat ik daarmee klaar was en toen wilde ik een studie gaan doen in Groningen. Dus ik ben op mijn 18e naar Groningen gegaan op kamers. En ik heb daar toen sport en gezondheid gestudeerd aan de Hans Hogeschool van Groningen. En dat vond ik een ontzettend leuke studie. Alleen ik miste wat diepgang en ik voelde dat ik nog niet klaar was met studeren. Dus ik heb die studie afgerond en daarna ben ik verder gegaan, ook aan de Hans Hogeschool van Groningen, met de opleiding Voeding en Diëtetiek. En toen ben ik dus diëtiste geworden. En met de opleiding Sport en Gezondheid ben je bewegen- en leefstijladviseur. En met Voeding en Diëtetiek ben je dus diëtist. Dus die twee studies combineer ik in mijn vakgebied. Daarna, daarnaast werd er gevraagd van wat zijn je hobby's naast sporten? Nou, wat vind ik leuk om te doen? Ik vind het heel leuk om te shoppen met vriendinnen. Om leuke dingen te doen met vrienden en vriendinnen. Dus bijvoorbeeld lekker ergens wat drinken of uit eten gaan is echt een hobby van me. Gewoon gezellige dingen doen. En verder, ja, bijvoorbeeld een grote wandeling maken, naar het strand gaan, dat soort dingen. Maar ik heb niet echt bijvoorbeeld dat ik graag knutsel. Of ja, ik knutsel wel graag, maar... Ik zou niet echt zeggen dat is echt mijn nummer 1 hobby. Dus meer gewoon gezellige dingen doen. Dan werd er gevraagd, en dat vond ik een hele leuke vraag. Wat is je grootste blunder? En daar heb ik echt even over nagedacht. En waar ik op kom was met carnaval. Een vriendin van mij die komt uit Brabant. En daar ben ik een paar jaar carnaval wezen vieren. En ik weet nog, ik was verkleed als Dalmatier. En het was nog vrij begin van de avond. En we waren lekker aan het dansen. En ik hou heel erg van dansen. Dat is ook een van mijn hobby's, dansen. En we besloten op zo'n verhoging te gaan staan, zeg maar, in een discotheek. Normaal gesproken zou ik dat niet heel snel doen, maar toen, we waren lekker gek aan het doen en we gingen op zo'n verhoging staan. En echt waar, ik had nog niet zo heel veel gedronken. En toen wilde een vriendin van die vriendin van mij mij op een nog hogere verhoging tillen. En ze pakt me vast en ik val er zo vanaf met mijn scheen tegen die andere verhoging aan. En iedereen moet vast gedacht hebben dat ik echt ontzettend bezopen was, maar dat was dus echt niet het geval. Maar ik kon gewoon mijn evenwicht niet bewaren. En vervolgens had ik een enorme deuk in mijn scheenbeen waar ik nog steeds een litteken van heb. Maar goed, ik schaamde me kapot. Maar doordat we zoveel lol hadden, heb ik er eigenlijk niet zoveel aandacht aan besteed. Dan een vraag, wat zou ik doen als ik nooit meer zou kunnen sporten, bloggen en voedingsadvies geven? Oh, dat is een ontzettend moeilijke vraag, want ik vind het zo leuk om te doen. Maar ik denk dat ik dan bijvoorbeeld een soort van event manager of zo zou zijn geweest. Ik vind het heel leuk om dingen te organiseren, dingen te regelen. Dus dan bij een evenementenbureau of... ja, zoiets zou doen. Of bijvoorbeeld, ik heb ook wel een tijdje gedacht om journalistiek te gaan studeren. Dus ook wel iets met schrijven. En dat zie ik mezelf ook nog wel doen. Maar nogmaals, ik kan me niet voorstellen dat ik dit niet meer zou doen. Dan, wat is mijn ideale vakantie? Nou, dat ligt heel erg aan mijn mood, zeg maar. Dus aan mijn bui. Ik vind het heerlijk. Jullie weten dat ik misschien dat ik een aantal keer verre reizen heb gemaakt. Naar Maleisië, Thailand en China. En dat vind ik echt geweldig. Vooral China vond ik echt prachtig om een andere cultuur te leren kennen. En daar rond te reizen, dingen te zien. En ja, dat vind ik echt een topvakantie. Maar ik zou het wel altijd combineren met ook een rustpuntje. Hebben we toen ook gedaan dat we echt eventjes een paar dagen op het strand hebben gelegen. En echt even hebben ontspannen. Dus eigenlijk een combinatie van dingen doen, culturele dingen doen en ontspannen. Dus gewoon strand en zon. En dat is echt mijn ideale vakantie. Welke blog lees ik zelf graag? En haal ik daar ook inspiratie uit?
Gek genoeg kijk ik niet heel vaak op andere gezondheidsblogs. Ik probeer toch echt uit mezelf gewoon wat ik belangrijk vind, hoe ik erover denk, om dat op mijn eigen blog te zetten. Ik lees wel heel veel andere blogs, maar dat zijn vooral beautyblogs. Onder andere beautygloss.nl, livelifegorgeous.nl, beautylab.nl. Dat vind ik echt hele leuke sites om op te kijken. En dat is dus eigenlijk ook een beetje een van mijn hobby's, om met beauty bezig te zijn. Dus met kleding en met make-up en dat soort dingen. Ik ben er niet heel diehard in, maar ik vind het gewoon leuk om erover te lezen. En die meiden die maken gewoon ontzettend leuke video's. En haal ik daar inspiratie uit? Ja, gek genoeg wel. Want ik kijk, hoe maken zij hun video's? Hoe schrijven zij hun blogs? Hoe spreken ze lezers aan? En in die zin haal ik er absoluut wel inspiratie uit. Ondanks dat het totaal eigenlijk niet mijn vakgebied is. Wat is mijn valkuil met betrekking tot eten? En eet ik door de week ook wel regelmatig iets ongezonds? Ja, mijn valkuil is toch wel als er sociale dingen zijn. Dus bijvoorbeeld als ik ga stappen of een avondje met vriendinnen of verjaardagen. Als er lekkers voor mijn neus staat, zeg maar. Dan pak ik heel snel gewoon lekkere dingen en heb ik eigenlijk ook niet echt een rem. Op die tweede vraag van eet ik door de week veel ongezonds? En dat valt eigenlijk wel mee. Ik merk ook wel als ik wat minder in mijn vel zit, dat ik wel sneller naar tussendoortjes, ongezonde tussendoortjes grijp. Dus dat is ook een van mijn valkuilen. Dus eigenlijk zou je ook wel kunnen zeggen, iets van emotie eten zit er ook bij mij wel in. En ik zeg dat ook vaak tegen mijn cliënten, van ja, iedereen heeft dat wel eens. Maar wat ik probeer te doen is toch door de week zo gezond mogelijk eten en dan in het weekend, inderdaad bij die speciale dingen, kun je wel gewoon af en toe eens wat laten gaan. Dus zo probeer ik het een beetje binnen de perken te houden. Hoe was je in je puberteit en wat zou je je 15-jarige ik meegeven? Vond ik ook een ontzettend leuke vraag. Ik was in mijn puberteit vrij onzeker, maar ik denk dat iedereen dat wel is in de puberteit. En ik zou wel zeggen dat ik vooral ook keek naar anderen wat die doen en best wel een meeloper was. En dat zou ik ook zeker meegeven aan mijn 15-jarige ik. Een beetje laat, maar goed. Wees jezelf. En probeer zoveel mogelijk uit jezelf te halen wat je wilt doen. Ik wilde bijvoorbeeld, weet ik nog, ik vond toneelspelen en op het podium staan altijd super leuk. Maar ja, dat was niet echt heel stoer bij ons op school. Dus ik durfde eigenlijk niet zo goed bij de musicalgroep te gaan. En achteraf denk ik van, had ik dat maar gedaan, weet je, had ik mijn eigen weg maar gevolgd. Maar ik liet me dan toch te veel leiden voor wat ze zouden anderen van me denken, wat zouden ze ervan vinden. En dat vind ik, als ik erop terugkijk, heel erg jammer. Dus ik zou mezelf aanraden, volg je eigen geluk en je gevoel en doe dingen die jij leuk vindt. Dan ben je niet bang om een eetstoornis te ontwikkelen, omdat je zoveel met gezond eten bezig bent. Nou nee, eigenlijk totaal niet, want daar hou ik gewoon te veel van lekker eten voor. En ik kan me niet een leven voorstellen zonder lekker eten, zonder uit eten gaan en zonder te snoepen. Dus nee, ik ben daar absoluut niet bang voor. Waar kunnen ze je 's nachts voor wakker maken? Nou, ik ben echt gehecht aan mijn bed. Er was ook een vraag, hoeveel slaap je per nacht? Ik heb echt 8 uur slaap nodig per nacht. Dus ik probeer ook elke nacht 8 uur te slapen. Als ik één nachtje 6 of 7 uur slaap, kan ik dat nog wel aan. Maar anders dan merk ik gewoon dat ik niet zo goed meer functioneer. Dus 's nachts wakker maken? Nou ja, liever niet. Maar als ik dan één ding zou moeten noemen, dan is het voor een mooie man. Als je snapt wat ik bedoel. Oké, too much information. Wat is jouw guilty pleasure wat betreft eten? Nou, dat varieert een beetje per dag. Ik zou op dit moment zeggen chocola. En dan vooral pure chocola en het liefst met nootjes. Of bijvoorbeeld M&M's met nootjes. Maar ik heb ook een tijdje gehad dat ik echt verslaafd was aan drop. Of ik heb ook een tijdje gehad dat ik echt snoepjes heel erg lekker vind. Dus echt die zoete snoepjes. Dus dat varieert een beetje per moment. Maar op dit moment zou ik zeggen chocola. Komen vrienden en familie ook bij je voor voedingsadvies? Ja, ik heb een heel aantal vrienden en familieleden die wel eens vragen van, hé Marloes, kan ik dit het beste doen? Hoe kan ik dat het beste doen? Maar dan niet echt in mijn praktijk, maar meer een beetje tussen de bedrijven door. En ik merk ook op verjaardagen, als ik dan met mensen zit te praten en ze komen erachter van, oh Marloes is diëtist, dan krijg ik daar zeker wel vragen over en gaan ze bepaalde discussies met me aan van, oh wat denk je hiervan, wat denk je daarvan? En sommige mensen denken dat ik dat heel vervelend vind, maar ik vind het leuk om over voeding te praten.
praten en over mijn mening daarover te vertellen. Dus ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo erg. En als ik het wel erg vind, dan verander ik het onderwerp wel. Dus ja, ik heb best wel veel over voeding met ook mijn vriendinnen. En ik merk dat ze dat ook wel fijn vinden. Tenminste, dat denk ik. Wat is mijn favoriete tv-programma? Nou, ik kijk eigenlijk niet zo heel veel tv. Maar als ik dan echt een favoriet zou moeten zeggen, dan is dat denk ik Expeditie Robinson. Want ik vind dat gewoon ontzettend gaaf. Het lijkt me ook super leuk om een keertje mee te doen. Om echt op een onbewoond eiland te moeten overleven. En vooral ook zonder eten te moeten doen. Want ik denk dat ik het heel snel slecht ga trekken en ontzettend chagrijnig zou worden. Maar dat vind ik heel leuk om te zien. Slaap je wel eens uit? Ja, ik slaap wel eens uit, maar dat is in mijn ogen tot een uur of nou maximaal 9:30. Dat is echt al heel wat voor mij. En als ik tot 8:30 kan slapen, dan is dat eigenlijk al uitslapen. Tenzij ik natuurlijk een keer op stap ben geweest, dan wordt het wel eens later. Maar ik kan me niet herinneren dat ik langer dan tot 10:30 in mijn bed heb gelegen. Meestal word ik dan wel gewoon wakker en ga ik eruit. En als ik dan nog heel erg moe ben, dan ga ik wel op de bank verder liggen. Bijvoorbeeld als ik uit ben geweest. Wat is mijn favoriete kledingstuk? Dan zou ik toch zeggen jurkjes en rokjes. En jullie zien me waarschijnlijk niet heel vaak in jurkjes en rokjes. Maar dat komt omdat ik heel vaak of zo zit of in sportkleding ben. En dat is ook precies de reden. Ik loop zo vaak in sportkleding dat ik het gewoon ontzettend leuk vind om me vrouwelijk te kleden als ik normale kleding aan heb. En ook heel vaak op de sportschool krijg ik dat te horen van oh, wat zie je er netjes uit als ik in normale kleding rondloop. Maar dat vind ik gewoon leuk om ook weer met haren en make-up en jurkjes en rokjes bezig te zijn in mijn vrije tijd. Heb je ook dagen dat je door blijft eten in lekkers, terwijl je weet dat je dat niet zou moeten doen? Ja, natuurlijk. Ik heb net al gezegd, ik ben ontzettend Bourgondier. Ik hou van lekker eten en ik hou van snoepen. En soms dan heb je van die dagen, dan blijf je maar lekkere trek houden. En dan blijf je maar naar snoepjes grijpen en dat soort dingen. En ja, tuurlijk, ook ik heb dat wel eens. En tenslotte, ik ben alweer meer dan 10 minuten aan het praten, dus ik ga afsluiten. Mijn laatste vraag, hoe kom je aan de naam Optima Vita? En dat, ja, wel goed om jullie eens een keertje te vertellen. Optima Vita betekent optimaal leven in het Latijn. En dat is ook gelijk een beetje mijn visie. Ik was aan het nadenken van, hoe ga ik mijn bedrijf noemen? En je komt al snel iets op met bewust of gezond of slank of dat soort dingen. Maar dat past niet echt bij mijn visie. Ik vind gewoon dat je lekker moet leven en gezond moet leven. Maar dat er ook af en toe wat lekkers bij moet kunnen zijn. Dus eigenlijk optimaal moet leven. En dat is voor iedereen anders. Want waar de een het liefst zo clean mogelijk eet, zo gezond mogelijk eet, zoveel mogelijk sport, daar is het voor de ander optimaal om wel iedere avond gewoon één wijntje te nemen en genoegen te nemen met een iets hoger gewicht. Dus optimaal leven voor ieder persoon, dat is mijn doel in mijn praktijk. En vandaar Optima Vita. Goed, er zijn nog ontzettend veel vragen die jullie hebben gesteld die ik kan beantwoorden. Dus er komt vast nog wel een volgende video. Heb jij ook nog een vraag, dan kun je die hieronder stellen. Ik zal ook op YouTube de reacties even openzetten. Dan kun je zowel op YouTube als op mijn website als op Facebook de vragen stellen. Ik vind het super leuk om deze video's te maken. Dus als jullie ze vaker wil zien, geef zeker even een duimpje omhoog op YouTube. Abonneer je ook op mijn kanaal. Dat kun je doen door hierna bij de endcard op subscribe te drukken. Ik zou nu zeggen, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!